En terwijl Danny aan de drank gaat, is daar het volgende talent. Mijn naam is Samantha Steenwijk. Ik ben 26 jaar oud en ik kom uit Rijswijk bij Den Haag. Soms pik je zo in één keer de zangeres eruit. In dit geval denk ik, het zou iedereen kunnen. Jij zou een volkszanger kunnen zijn. Bent u de zangeres? Nee, helemaal niet. Helemaal niet? Nee, u lijkt wel een beetje Corrie Konings. Ja, dat is wel eens meer. Ja, echt? Ja, ze kan misschien niet zingen, maar ze wordt wel altijd vergeleken met Corrie Konings. Misschien kunnen sommige mensen dat wel een beetje zien. Vroeger was het veel erger, maar het is al een stuk minder geworden. Maar goed, vroeger kwamen ze ook handtekeningen vragen bij je, weet je nog? Ja, Spanje. Het gaat om jou, hè? Ja. Beetje plagen. Wie heb je meegenomen? Dit is mijn vriendin Daisy. Zijn jullie een setje? Ja. Ja. Daisy en ik zijn nu 6,5 jaar samen en we doen alles samen. We zijn thuis samen, het zingen gaat samen, Daisy is overal bij. We regelen eigenlijk ook samen de optredens en ik ga ook altijd mee met liedjes uitkiezen. Waarom is zij zo leuk? Het is heel spontaan en een tikje onzeker. Dat maakt haar heel leuk. Ja. Wat goed dat jullie elkaar gevonden hebben, hè? Dat jullie allebei maar knap zijn. Mijn grootste muzikale prestatie is op dit moment, denk ik, uitverkocht Gelredome. Niet allemaal natuurlijk voor mij, was het maar zo'n feest. Ahoy en Spaarnwoude. Ja, dat was toch wel heel heftig. Ik heb in al die jaren dat ik nu bezig ben met zingen, ja, best wel wat fans verzameld, gelukkig. En één iemand die heeft toch wel zoiets geks gedaan. Die kwam op een gegeven moment naar me toe en hij zegt, ik wil wat leuks. Ik ben zo'n fan van jou, ik ga een tatoeage op mijn bil zetten. Ik zeg, joh, zou je dat nou wat doen? Is het zeker? Tuurlijk. 's Avonds om 6 uur had die vriend van hem een plekje en zijn we die tatoeage inderdaad gaan zetten. Dus mijn handtekening staat daar voor eeuwig op zijn bil. Ik heb al heel veel singles uitgebracht, dat is net niet het laatste setje. Dus ik hoop dat Bloed, Zweet en Tranen mij dat gaat geven. Samantha gaat er helemaal voor. Alles om haar carrière net even een stapje verder te helpen. En hoe zijn de reacties op de hot seats? Laten we zeggen, verschillend. Die kan wel aardig zingen hoor. Wordt het een bedreiging voor ons? Ik hoop het niet, maar ze kan het wel. Geen bedreiging. Goedenavond. Goedenavond. Hi. Mooie meid. Dankjewel. Wie ben je en hoe oud ben je? Ik ben Samantha Steenwijk, ik kom uit Den Haag en ik ben 26 jaar. Wat ga je voor ons zingen? Ik zing Diep in mijn hart van André Hazes. Nou, ik wens je veel succes, meid. Dankjewel. Alsjeblieft. Het is triest om hier te lopen in de regen. Hoe vaak liep ik met jou door deze straat? Zenuwachtig. Je zei dat ik op jou. Ik ben benieuwd naar die hoogte. Blijven wachten. Dat deed ik ook, maar let jij op. Bleef mij niet aan. Even gedrukt, bam! Ja, kom op, Ger. Kom op, doe het weer. Diep in mijn hoofd. Dat is zuiver, ja! Oh, wat mooi dit! Ja! Lekker! Diep in mijn hoofd. Oh, kick, hè? Kijk eens naar met het tweetje. Oh, schat, nou hé, hoe leuk is dit toch? Samantha, daar blaas je ons even omver, zeg hé. Hey. Dankjewel. Weet je wat ik nou zo leuk vind? Dan komt er zo'n knoert van een griet binnen. En dan heeft ze ook nog zo'n goede stem. Er staat gewoon, het hele plaatje is compleet. Weet je wat ik nou zo leuk vind? Wat vind jij zo leuk? Ja, ik was al verliefd op dat zalm-oranje hesje met die glitters. Zullen we ruilen? Toen dacht ik, nou, dat zijn al punten gewoon. Maar goed, dan mag ik geen mensen op beoordelen natuurlijk. En je hebt zo'n lekker Haags accentje, Zuid-Hollands echt.
En ik denk, ik moet het eerst even horen, die hoge noten in het nummer. Maar dat ging je zo gemakkelijk af. En wij weten dat we Brigitte bij ons hebben op de hot sheet. Ja, die moet ons helaas dit circus verlaten. Helaas. Ik ben er zuur van, ja. Ja, het zijn winnaars en er zijn verliezers. Want wij kiezen voor jou. Beter. Dankjewel. Oké. Okay. Lieve schat, vanuit mijn hart, daarom heb ik ook gedrukt. Daar staat gewoon een echte volkszangeres. Je zong vol passie, je raakte mij. Je bent een vrouw met ballen. Ze zitten erop. Hey Samantha, nu lijkt het net alsof ik niet heb gedrukt. Ja, wat is dat nou? Ik ben nog niet gedrukt, joh. Nee. Het is dat mijn knop geblokkeerd was, maar... Je mag heb je wel eens vaker last van? Dan sterkte met je knop. Ja, dankjewel. Ze heeft nog humor al. Hey. Ja, en het is ook nog eens een keer zo, als je dan één goed kan zingen... en je bent blond, en je hebt glitter en glimmer... en je houdt dan van de knop ook, heb je toch alles? Top. Ja, ik hou ervan. Goeie auditie, dankjewel. Dankjewel, hè. Top. Top met de knop. Doei. En kijk, zo gaaf gek. Ja, echt gaaf. Maar we zijn er nog niet. Hoe voel je je, joh? Want hier moet je kijken, dit zootje ging gewoon plat. Kijk, alle ogen zijn nat. Dus kijk, ze rollen er gewoon uit. Ja, dan ben je trots en zenuwen de hele dag. Je mag naar ons. Hey, en blijven zitten. Want blijven zitten, daar is waar het allemaal om draait. Voor Samantha en voor Ernest.